Een van mijn eerste plenaire debatten hier, dat was een jaar geleden, ging over de wachtlijsten in de jeugdzorg. Heeft de staatssecretaris een overzicht van het aantal gemeenten dat tekorten heeft? En nu staan we hier weer. En weer wachtlijsten. En weer kinderen die niet de juiste zorg krijgen. Om te weten hoeveel plekken er moeten komen, moeten we ook weten om hoeveel jongeren het gaat. En wanneer krijgen we zicht op de wachtlijsten? Het gaat om dat we een beeld hebben van hoeveel jongeren nu acuut hulp nodig hebben en dat niet krijgen. Ik wil beginnen met de constatering dat het eigenlijk te gek voor woorden is dat we niet weten om hoeveel mensen het gaat. Er ligt een aangenomen motie van mij van 2 jaar geleden, waarin we vragen, breng nou eens die wachtlijsten in kaart. En de minister doet het gewoon niet. Zodat we geen flauw benul hebben hoeveel kinderen levensgevaarlijk ziek zijn, maar niet worden geholpen omdat ze op een wachtlijst staan.